Priscilla en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog hier vanuit Babouw. Ik ga deze week weer super veel leuke dingen doen. Ik ga namelijk surfen morgen en ik ga zondag naar Bordeaux in Frankrijk. Ik heb een dagtrip gepland naar Bordeaux, dus daar heb ik ook super veel zin in. En ja, ik ga nog veel meer andere leuke dingen doen, maar dat zien jullie allemaal gedurende deze vlog natuurlijk. Ik ben trouwens nu bij een bakkerij waar ze ook taart maken, want een huisgenootje van mijn moeder had me geappt dat ik een mooie taart voor kon regelen voor haar verjaardag. Dus ja, laat dat maar aan mij over. Ik ga meteen op pad. En er stond ook op de website dat je een week van tevoren die taart moet bestellen. Dus nou ja, hier ben ik een week van tevoren om de taart te bestellen. Ik ben benieuwd hoe het gaat, want bij de meeste bakkerijen spreken ze geen Engels. Dus ik moet het doen met mijn Spaans. Maar ik denk dat het wel goed komt. Ik heb net op Google Translate wat belangrijke woordjes opgezocht. Ja, en de rest kan ik gelukkig zelf al. Dus nou ja, ik ga dat maar even doen. Het is me gelukt hoor. Taart is besteld voor mijn huisgenoot. Dus ben benieuwd. Ik kan het volgende week ophalen. Wordt echt een mooie taart. Ik heb ook meteen bananencake gekocht net. Was gluten- en lactosevrij. Goed voor mij, lactose-intolerantie. Zoveel zin in bananenbrood. Ik ga het binnenkort ook even maken, denk ik. Even healthy. Ben weer terug. Heerlijk ochtend gehad. En nu is het tijd voor even lekker een bakje koffie. En natuurlijk mijn bananencake. Heerlijk. Ik moet nog proeven. Dus kijk. Een bananencake. En dit weet ik niet wat het was. Ik ben het eigenlijk vergeten. Ja, het zag er lekker uit. Dus ik dacht, ik ga ze gewoon alle twee even proeven. Lekker cappuccinootje met havermelk. Even lekker van het zonnetje genieten nog. Lekker lunchje gemaakt. Wraps met zalm, sla, avocado, tomaat, zongedroogde tomaat. Perfecto. Schooldag zit erop. Flores ligt erop. How do you say that? Flores ligt erop. How do you say that in Swedish? I don't know what you say. Oh no, like... How do you say, like, at the end of the school day? In Swedish? Yeah. Like, the end of the school day? Yeah, like, oh, we finished school. Har vi slutat skolan? No, we have to sit here. Yeah. Car sick. How did the presentation go, guys? Good, man. I was a pro. Oh, nice, nice. Yeah, you were. A fat pro. And yours? Aiden. Also very great. Nice, nice, nice. That's good. Workout gehad. Oh, berg aflopen met mijn benen. Oh, wat was dit goed. Er is hier dus gewoon een buitengym. Dus ik ben net voor het eerst even meegegaan. Lekker even avondeten. Pastaatje. Champignons. Perfect. Dit moeten we hebben. Lekker genieten van hier, oh. Van de view. Mijn proteïne zijn ook eindelijk binnen. Nu kan ik echt even goed naar de sportschool weer. En even goed sporten. Oh, dit is echt even top. Ook maar even wat repen, gewoon voor snel. Mijn shaker weer, die ik ook altijd gewoon in Nederland heb. Helemaal top, ik ben weer blij. En nu de tweede stap, sporten. Zo, ik heb even lekker een ontbijtje gemaakt. En nu lekker op het balkon opeten, want het is lekker weer vandaag. En dan another school day. En het is Friday. Heerlijk, heerlijk. Ready voor een nieuwe schooldag. Kijk, cameratas mee ook. Een rugtasje mee. Ik heb zo meteen fotojournalisten. Dus vandaar mijn cameratas. En mijn camera natuurlijk. Thank you.
vrijdagmiddag. En ik ga even lekker surfen zometeen. Hele dag school gehad. Dus nou, we gaan top even het weekend beginnen. Ik ben hier met Ace. Nog even aan het chillen, want we zijn een beetje te vroeg. Een beetje te vroeg bij de bus. De bus gaat pas over het kwartier. Maar ja, ik vind het niet erg, want we zitten hier nu even bij een fonteintje ook. Even in het zonnetje. Prima gewoon. Ik ben benieuwd of vanavond even wat golfjes kan pakken. Ik hoop het. Oh ja, daarvoor willen we natuurlijk wel surfen. Ik ben in Baakjo en we gaan weer surfen. Iedereen is nu aan het klaarmaken. En ja, volgens mij, ik had gehoord dat goede golven waren. Dus ik heb er weer zin in. Ik ben benieuwd, ik heb wat filmpjes gemaakt met mijn GoPro. Alleen ja, dat moet ik even kijken in hoeverre ik daar tijd voor heb zometeen. Maar ik ga het wel proberen natuurlijk. We zijn onderweg naar Pintjesavond. Lekker! Lekker opgefrist na het surfen. En nu is het tijd om te eten. Ik heb zo honger, het is 9:30. Ik heb net een stroopwafel. Oh, opgegeten. Zo lekker! Oh, nu lekker eten. Joehoe. En rode wijn drinken, denk ik. Ja. Ja, sowieso. Lekker wijntje! Wat staat er op het menu? Wat heb je gehaald? Vertel. Nou, ik zou het even vertellen. Hier een bordje paella. Ja? Share, twee bordjes. Oh, lekker, lekker. En dan hier hebben we allebei een serrano gehad. Ja? Eentje ja? Met een pimiento. Dat betekent een paprikaatje. Ja. En eentje met een eitje en een shrimp. Dus welke? Oh, hachère. Ja. Zin in. Goedemorgen. Hey, buurman. Gezellig met z'n allen chillen op het balkon. Ik denk, wat hoor ik dat geschreeuw, joh? Ja, je dacht feestje. Feestje op het balkon. Zaterdagochtend en ik heb vandaag een vlek uitgeslapen. Gisteren was het denk ik 1 uur geworden of zo. Dus nou, een mooie tijd. Lekker uitgerust. Ik ben vanmorgen even naar een groenteboer geweest. Even vers fruit, vers groente gehaald. En ik ga zo meteen editen. Moet echt even gebeuren. Ja, vanmorgen lekker rustig ontbijtje eerst. Het zonnetje gehad. Hier op het balkon natuurlijk weer. Maar ja, betere ochtenden dan dit kan je bijna niet hebben gewoon. Het is echt geweldig. En voor de rest, naast het edit, wat ga ik doen vandaag? Ja, ik weet het nog even niet. Ik zou sowieso denk ik even sporten, even in de buitengym. Want het vond ik wel erg lekker laatst. En voor de rest, ja, ik denk vanavond even de stad in of zo. Misschien nog even naar het strand. Ik hoor ook wat mensen naar het strand gingen. Maar ja, mijn prioriteit vandaag is mijn edit, mijn vlog af hebben. Dus ja, dat is gewoon even het belangrijkste vandaag. Gisteren het surfen ook echt heel leuk trouwens. Echt even lekker. Even goed het weekend begonnen. Dus dat ga ik wel vaker doen. Ik ga maandag ook padellen. Dat is ook wel echt, daar heb ik ook wel heel veel zin in. Hi! Nou, wij zijn dus nu onderweg naar bar 4 of 5, denk ik. Het lukt me niet, we moeten elke keer weer in de rij staan. En dan sta je daar en dan sta je gewoon stil. De rij beweegt niet, dus Priscilla heeft nu een heel goed idee, namelijk. Ja, een andere bar. Een andere bar. En die was net helemaal leeg. Dus we hebben vijf. We waren daarheen en toen was het helemaal leeg. Dus we hebben net, ik heb iedereen meegenomen uit de rij om naar de lege bar te gaan. Dus, ja, dus ik zei net ook we al, hopen dat het leeg is. Als wij straks niet gelijk naar binnen kunnen lopen, ja, dan hebben we een andere mooie content voor deze vlog. Dan mogen we Priscilla links steken. Ik ga wegrennen dan! Want ik heb iedereen meegenomen uit de rij. Hé, hey, dat is die hele deur toch? Ja, we zijn er. Oh, hé, hey, we zijn er! Oh, nou, draai je camera om. Hoeveel bouw! Kan het? Het kan! Ja, we kunnen naar binnen!
Oh, what's up? We're there. It's this one. Mooi Your destination is on the right. Okay, put on the stupid mask. Goedemorgen vanuit het zonnige Bordeaux. Oh my god. We hebben vandaag een trip in Bordeaux in Frankrijk. Alleen ja, zoals je ziet is dit het weer. Maar ja, we gaan er ondanks dat een leuke dag van maken. Lekker crepes eten. Even een goed wijntje drinken hier. Maar ja, het schijnt hier dat ze hier hele goede wijn hebben. Dus ja, dan moeten we hier even genieten. Voor ja, even kijken wat deze dag gaat brengen. Maar ja, we moeten wel een beetje rekening houden met het weer. Want zoals het er nu uitziet, is het niet chill. Maar ja, we maken er alweer een mooie dag van. Oh. Typische Franse bloemetjes. Wat was de name of this? Kanel. Kanel? Ja. Oké, kanel. Typical French. We zitten nu bij een typisch Frans tentje. En we gaan kanel eten. Het ziet er zo uit. Het ziet er wel echt heel leuk uit dit. Kijk, dit tentje. What's in it? Red wine, and I don't know what else, but I can Google it. Nice! Mm-hmm. Red winey cake. I've never had that before. Never? No? Okay, red wine I have, but not in cake. It's nice. It's a small French pastry flavored with rum and vanilla, with a soft and tender custard center and a dark thick caramel frosting. So it's actually from rum and vanilla, and not red wine. But it's really good. Mm-hmm. Look at this scotch. It's really cute. Yeah. Cheers. Nu is het tijd om even de speciale Bordeaux wijn te proeven. How does it taste? It's so sweet for me. Oh, so you have the sweet wine. This one is really good. Alright, taste it. Oh, maybe this one. How does the Bordeaux wine taste? It's really nice. Nice. Red. We zijn even naar een Frans bakkerijtje gegaan. Broodjes gehaald, gebakjes gehaald. En we gaan nu even eten. Louisa heeft even een pizzaatje gehaald. Een mooi uitzichtje. You can't see your. You have to be here with your face. Yeah, for now. I must go here. Too much. Yeah. Everyone is sleeping. But we're from us. We are too tired to sleep. But I already slept for 2 hours. And then I woke up because my phone was on the ground. And then I couldn't find my phone. Oh, but we are only funny for us. But I think we're home in 1 hour. Zo, dit was dan alweer het einde van mijn 5e week video vanuit Bilbao. Als je meer van mijn video's wilt zien, vergeet dan natuurlijk niet even te abonneren op mijn YouTube kanaal. En deze video te liken als je het een leuke video vond. En dan zie ik jullie volgende week weer. Adios!